Welkom bij deze videoles over mitose en meiose. Deze videoles ga je leren wat mitose is, wat meiose is en wat het verschil is tussen deze twee celdelingen. Voordat we dat doen, ga ik je eerst nog wat vertellen over chromosomen. Chromosomen liggen in de celkern. Ze bevatten erfelijke informatie. Een mens bevat 46 chromosomen in elke celkern. Of dat nou een huidcel is, een levercel of een beencel. In elke celkern zitten 46 chromosomen. Die chromosomen liggen in paren bij elkaar. De celkern van een mens bevat dus 23 chromosomenparen. Doordat de chromosomen in paren liggen, is het aantal chromosomen in lichaamcellen altijd een even aantal. Nieuwe cellen ontstaan door celdeling, ook wel mitose genoemd. Mitose is de gewone celdeling. De fases waarin de celdeling plaatsvindt zijn kerndeling, celdeling en plasmagroei. Bij de kerndeling spiraliseren de chromosomen eerst, waardoor ze zichtbaar worden. Vervolgens verdubbelen de chromosomen zich. De verdubbelde chromosomen worden uit elkaar getrokken en eromheen ontstaat een nieuw kernmembraan. De twee nieuw ontstaande kernen bevatten allebei 46 chromosomen die identiek zijn aan de chromosomen uit de moedercel. Bij geslachtscellen zit alles net een beetje anders. Geslachtscellen bevatten maar de helft van het aantal chromosomen wat in een normale lichaamcel zit. De celdeling waarbij geslachtscellen ontstaan noemen we reductiedeling of meiose. Geslachtscellen zijn zaadcellen bij mannen of eicellen bij vrouwen. Je kan onthouden dat die ontstaan in de meiose, doordat het woordje ei van de eicel in meiose zit. De chromosomenparen worden tijdens de meiose uit elkaar getrokken. Er zijn dus 46 chromosomen, die liggen in 23 paren bij mensen. Die worden dus uit elkaar getrokken, die paren, waardoor er in elke celkern maar 23 enkele chromosomen zitten. Bij mensen ontstaan dus geslachtscellen met 23 losse chromosomen daarin. Hier zie je de mitose en de meiose naast elkaar weergegeven. Je ziet dat aan het begin van de mitose twee chromosomen in de celkern zitten. Aan het eind van de mitose bevatten de twee nieuwe cellen elk twee dezelfde chromosomen als die de moedercel bevatten in de celkern hebben zitten. Kijken we vervolgens naar de meiose. Dan zien we hier aan het begin van de celdeling twee chromosomen in de celkern zitten. Aan het eind van de celdeling maar één chromosoom in de nieuwe celkern zitten. Het aantal chromosomen in de celkern is dus gehalveerd. Wat moet je weten? Je moet weten wat mitose is, de gewone celdeling, en wat meiose is. En bij de meiose worden enkel geslachtcellen gevormd, dus zaadcellen of eicellen. Worden er andere lichaamcellen gevormd, ontstaan ze uit mitose. Kijk voor meer informatie ook in je tekstboek op bladzijde 100 en 101.